Al enige uren staat Joran van der Sloot te luisteren naar de rechter in Peru, die de straf aan het uitspreken is, die Joran van der Sloot staat te wachten vanwege de moord op Stephanie Flores. Natuurlijk hadden we verwacht dat ruim voor onze uitzending die uitspraak er al zou zijn. Maar in Peru doet men redelijk lang naar ons idee over de uitspraak. Hoe dan ook, Van der Sloot die zal die straf krijgen. Hij zal binnen wellicht een uur of twee uur te horen krijgen wat die straf is. Misschien nog in onze uitzending. En hij zal die straf vooralsnog in Peru uitzitten. Maar als hij wil, dan kan hij een overplaatsing naar een Nederlandse gevangenis aanvragen. Het beest eindelijk berecht. Dat gevoel overheerst in Peru, waar Joran van der Sloot zo'n beetje staatsvijand nummer 1 is. Hij wordt echt gezien als de noordeling die de personificatie van het kwaad in eigen persoon is. Vertrouwenspersoon Peter Middelkoop bezoekt Nederlandse gevangenen in het buitenland. Hij kent Joran van der Sloot inmiddels erg goed. Zit hij daar even goed als in Nederland? Nee. Ik denk dat de verdere omstandigheden wel iets minder zijn dan in Nederland. Maar het valt me mee dat het verschil niet zo heel veel groter is. Niet zo groot is als bijvoorbeeld andere landen of andere gevangenissen in Peru. En je zou kunnen zeggen dat hij misschien nog wel beter zit dan sommige gevangenissen in Italië of Portugal of Spanje. Joran moet waarschijnlijk dus jaren de cel in voor de brute moord op de jonge Peruaanse Stephanie Flores. Na een casinobezoekje leidde Joran de miljonairsdochter naar zijn hotelkamer, waar hij haar met geweld om het leven bracht. De vraag is of hij zijn hele straftijd in Peru zal doorbrengen. Nederland en het Zuid-Amerikaanse land zijn vorig jaar een verdrag overeengekomen, het zogeheten WOTS-verdrag. WOTS-verdrag houdt in dat tussen de landen die bij dat verdrag zijn aangesloten, gevonniste personen die onherroepelijk veroordeeld zijn in het ene land, hun straf in het thuisland kunnen uitzitten. Tussen Nederland en Peru is een verdrag gesloten in mei 2011. Dat is ook al ondertekend, maar het is nog niet geratificeerd door de parlementen. En dat zal moeten gebeuren voordat het operationeel wordt. Er kan op dit moment dus nog geen beroep op gedaan worden. Dus Joran kan er nog geen beroep op doen? Nee. Maar de verwachting is dat Joran dolgraag naar Nederland zal willen. Ik vermoed dat hij dat wel zal willen, ja. Maar ik denk, ja, daar is het veel te vroeg om daarover te speculeren. Maar ik kan me voorstellen dat hij zich veiliger voelt in Nederland dan in Peru. Ik verwacht dat Nederland meewerkt, omdat het doel van dit soort verdragen is resocialisering. De veroordeelde klaarmaken om terug te keren in een maatschappij naar een kort of langdurige gevangenisstraf. En Nederland zal daar dus aan meewerken, verwacht ik wel. Maar aan het overplaatsen te zijner tijd van Joran aan Nederland zitten veel haken en ogen. In Peru ligt de zaak van der Sloot erg gevoelig. De Peruaanse bevolking is woedend over de moord op het weerloze meisje. Je zou je kunnen voorstellen dat Peru zegt van nou, of de Peruaanse autoriteiten zeggen, laat hem eerst maar eens 10 jaar hier zitten voordat we gaan bedenken of die wel wordt overgeplaatst naar Nederland. Een en ander hangt samen met een mogelijke strafzaak in Amerika. Daar wacht Joran waarschijnlijk nog een gevangenisstraf. Want hij heeft geprobeerd de moeder van het verdwenen Amerikaanse meisje Natalie Holloway af te persen. Hij suggereerde haar in ruil voor veel dollars de plek aan te wijzen waar hij haar omgekomen dochter zou hebben achtergelaten. In Amerika staat 20 jaar cel op dit misdrijf en de Amerikanen zijn vast van plan Joran hiervoor achter de tralies te krijgen. Maar dit plan zou doorkruist kunnen worden als Joran via het genoemde WOTS-verdrag in Nederland terechtkomt. Als Peru bijvoorbeeld zegt, wij weigeren om van der Sloot in de eerste 10 jaar dat hij zijn gevangenisstraf uitzit over te leveren of terug te leveren naar Nederland. En Amerika gaat dan een uitlevering vragen. Dan zal hij eerst naar Amerika moeten. En dan zal het wel eens een hele lange tijd kunnen duren voordat wij van der Sloot terugkrijgen in Nederland. Ja. 50 jaar misschien wel. Ja, het zou kunnen. Dus ook al is de uitspraak geweest, de zaak van der Sloot is nog lang niet klaar. Zijn bekendheid legt Joran geen windeieren. Zo heeft hij een gulle weldoener die hem van veel geld voorziet. Daardoor kan hij zich een cel voor zichzelf en veel luxe goederen permitteren. Officieel mogen bepaalde dingen niet. Telefoon mag absoluut niet. Daar wordt heel streng op gelet. Als ik met mijn telefoon kom, dan moet ik die afgeven. Maar in de gevangenis blijken sommige Nederlandse gedetineerden een telefoon te hebben. Dat kan alleen maar met medeweten van de bewaarders en daar zal wel iets tegenover staan. De uitspraak van vandaag zou de 24-jarige van der Sloot voor jaren achter de tralies zetten. Toch pleit geestelijk verzorger Peter Middelkoop ook voor barmhartigheid. Dat hij dat meisje Stephanie Flores ook vermoord heeft, dat is verschrikkelijk. Maar dat is niet alles wat over een mens te zeggen valt. En dat is eigenlijk de basis van het werk van de geestelijke verzorging. Dat wij zeggen, een mens is meer dan alleen zijn delict. Er is vaak een geschiedenis die daaraan vooraf gaat. En mensen kunnen hele stomme dingen doen. Dat,
daar zijn ze verantwoordelijk voor. Maar er is soms ook wel iets wat daar meespeelt. En daar vragen wij vanuit de geestelijke verzorging aandacht voor. En daar willen wij met de gedetineerden ook over spreken. En terwijl we u deze reportage toonden over Joran van der Sloot en de mogelijkheid om zijn straf in Nederland uit te zitten, deed de rechter in Peru uitspraak in zijn zaak. Het vonnis is bekend. We kijken er even naar. Y contra el patrimonio hurto simple. En tegen het, het stelen. En agravio de Stephanie Tatiana Flores Ramírez. Van Stephanie Flores Ramírez. Y como tal. En zodoende. Le impusieron 28 años de pena privativa de libertad efectiva. 28 jaar straf. Que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el día 11 de junio del 2010. Wat dus met de tijd dat je al in de gevangenis gezeten hebt. Vencerá el 10 de junio del año 2038. Wordt je straf duurt tot 10 juni van het jaar 2038 loopt je straf af. Nou, daar was dus enige verwarring over in de rechtszaal, zojuist. Maar tot 2038 zit Joran van der Sloot dus vast in Peru. Volgens de rechter al daar. 28 jaar cel voor hem. En daar komt zijn voorarrest.